Breda Nu. Je weet het meteen. Een gezellige drukte vanochtend op de jaarmarkt in Prinsenhagen. Alle zolders zijn leeggehaald om de kramen te vullen en veel spullen worden er verkocht. We lopen er even doorheen. Mevrouw heeft al een kar vol. Was u er al vroeg bij? Het was eigenlijk de bedoeling om al voor 7 uur te komen, maar ik had mij een beetje verslapen. Dus ik was er om 7:30. Maar dan is het echt eerst rennen, kijken wat je wil hebben. En daarna ga je voor de andere spulletjes rondlopen. Dus ik ben al eventjes aan de gang. Gekocht hier op de markt? Ja, helemaal geweldig. Ja, voor 3 euro. Ik ben helemaal weg van een luchtballon, dus ja, zodoende. En specifiek luchtballonnen, dat u daar ook iets mee heeft? Of gewoon toevallig? Dus echt zo, ja, ik vind dat geweldig. Ik kan die dingen ook in de lucht zien vliegen en zo. Ja, dat is helemaal super. Ja. U heeft een kar vol, zie ik. U bent al goed geslaagd. Ja, zeker. En ik loop al 3 keer heen en weer naar de auto met een volle kar. En speciaal voor iets zoveel gekocht of gewoon omdat u al die dingen leuk vond? Nou, sowieso omdat ik het allemaal leuk vond, maar ik ben een spullentheek gestart in Dordrecht. En op de rommelmarkt kan je zulke mooie spullen vinden. Echt fantastisch. Hoe gaat het hier op jullie kleedje? Heel goed. Dat ik zie kleding, ik zie wat speelgoed. Vond je het eigenlijk wel leuk dat het allemaal wegging? Want het is misschien ook speelgoed van jouzelf. Ja, ik heb er eigenlijk niks meer aan, want ik speel niet meer mee. En als je nou die spulletjes verkocht hebt, wat ga je dan met het geld doen? Volgens mij voor het kunstgras. Voor in onze tuin. Hoe gaan de zaken? Die gaan wel aardig goed, ja. Al best veel kunnen verkopen? Ja, redelijk veel. We hebben ook veel staan. We staan met ja, 2 kramen en een grondplaat. Dus we hebben wel heel veel spullen. En ja, met dit goede weer dan komt iedereen naar buiten toe. Dus dan gaat het wel heel goed. Ja, wij zijn op de terugweg. We waren hier om 6 uur. En nu gaan we met volle tassen weer terug. Breda Nu. Je weet het meteen.